Ik ben geboren in Winschoten. Ik heb jaren in Oude Pekela gewoond, mijn jeugd, en 2 jaar in de stad Groningen voordat ik naar Amsterdam vertrok. Plotseling kwamen we op het idee om de aardbeien in de foto te gaan verwerken. En toen schoot mij te binnen dat ik ook nog frambozenvla had, maar die stond in de koelkast en die was heel koud. Als fotograaf bouw je een soort van relatie op met je model voordat je tot een dergelijke presentatie komt, want hij ligt er toch, hij ligt er toch helemaal voor jou eigenlijk, hè? Wat ik belangrijk vind is dat er een ontspannen sfeer is. Het is geen object. Ik gebruik ze dan misschien wel zo nu en dan als object. Maar tijdens een fotosessie is het voor mij echt een mens die met gevoel, die ook zijn leven over zijn leven vertelt. Je deelt iets samen. Hij had ook allerlei spullen meegenomen en zijn laarzen waren helemaal nieuw. Oh. En hij zei, ik zou zo graag ook willen laten zien hoe prachtig die laarzen zijn. Dan moet ik een pose bedenken waardoor die laarzen ook origineel in beeld komen. Ja. En ik geloof dat het aardig is gelukt. Het zijn vrienden en kennissen van me die het spannend vinden om leer te dragen, met leer te spelen of met rubber. Hier, want je hebt waarschijnlijk toch iets met Mona-toetjes of varianten daarop. Of is het mayonaise? Nee, dit is gewoon een gele vla. Gele vla. Ja, dus het is gele vla en het was frambozenvla. Dat heb je altijd achter de hand. Nee. Ja, soms heb je van die gekke invallen en dan ren je naar de winkel en denk je, ik moet absoluut nu gele vla hebben. Nou, dit was zo'n geval. Wat is de link die jij legt met deze gekruisigde persoon? Dat is de link die men misschien heel gemakkelijk oproept, legt de link, maar die is niet bedoeld. Hij is eerder bedoeld als een symbool van bondage, afhankelijkheid. Een kruisiging is ook in de wereld van SM en leer ook heel gangbaar. Ja. En dan wordt die simpelweg gebruikt om te benadrukken dat iemand afhankelijk is. De Christus en het kruis is er helemaal niet. Die hebben wij niet gelegd. Die wordt er onterecht aan vastgekoppeld. Op het moment dat we dat maakten, hebben we daar ook helemaal niet bij stilgestaan. Heb je trouwens een site, een website? Dus ook werk eventueel te zien? Ja. We noemen dat even, dan hebben we dat vast. Die is www.renezuiderveld.com. Wat heeft jou ertoe gebracht om in de fotografie te gaan en met onder andere dit werk te komen? Ik ben in 2001 flink ziek geworden. Ik heb 1,5 jaar chemokuren gehad. Ik heb een stevige operatie gehad. Na de operatie wilde ik zo snel mogelijk weer opknappen en besloot op de fiets iedere dag minstens 1 uur, 2 uur te fietsen. Om mijn lijf weer op krachten te krijgen. En om dat aantrekkelijk te maken heb ik een fototoestel meegenomen. Dag Albert. Hallo, ik ben Albert Jongs. En ik ben René. Hi. René Zuiderveld. Jullie zijn overburen van de kaart. Ja. Ja. Ontmoet. Nee. En dat hoeft niet vastgelegd te worden? Nou, we doen het wel, want dat is even leuk voor tussendoor voor de overgang. Hoe vindt u het om hier in deze expositie tentoongesteld te worden tussen al die andere meer of minder blote mannen? Ik vind het wel apart om gespresseerd te worden. Het is even wennen, zeg maar, in de hal te staan tussen alleen maar mannen. Dus het is wel indrukwekkend wat ik te zien krijg. Ja. Heel verschillend. Maar u hangt ook heel bewust, zeg maar, in een portret. Ja. Dat wist u natuurlijk dat uiteindelijk een keer geëxposeerd kon gaan worden. Maar het is niet alleen voor mannen natuurlijk. Kunnen ook vrouwen hier binnenlopen. En kan ook door een vrouw gekocht worden. Hè? Ja, zeker. En wat vindt u dan van het idee dat eventueel uw portret bij iemand anders in de huiskamer hangt? Ik vind het een compliment. Zeg maar, als ik bij iemand anders in de woonkamer kom te hangen. Het compliment van mij en vooral van de fotograaf. Albert, hoe lang ben je al met fotografie bezig? Ik vanaf mijn 16e. Ik heb gewerkt in de commerciële fotografie. En sinds ongeveer 10 jaar werk ik meer het vrije werk. Ja. En wat heeft je toegebracht om je, zeg maar, op het portretten te gaan richten? Omdat me dat heel goed ligt.
daar voel ik me heel wel bij. Ik maak ook portretten die ik vrij strak regisseer qua licht en qua houding. En mijn portretten zijn een beetje monumentaal, vind ik zelf. Ik heb ook Andy gevraagd, omdat ik... Hij heet Andy. Oké. Omdat hij echt ook een prachtige Afrikaanse uitstraling heeft. Ja. En ook juist in deze houding zie je ook echt zo dat het een mooie Afrikaan is. Ja. Hij ziet er een beetje uit als een Latino. Maar goed, het is een Nederlandse jongen. Ik kwam de jongen tegen, zo vind ik meestal mijn modellen. Ik kom ze tegen, ik geef ze mijn kaartje en ik vraag of ik mag fotograferen. Dat vond hij uitstekend, want hij was bezig om een carrière op te bouwen als model. En dus daar hadden we twee vliegen in één klap. Wat ik heel grappig vind is, de jongen die heet Ernesto en heeft een tatoeage van Che Guevara. Nou, Che Guevara, zijn werkelijke naam is Ernesto. Dus dat was prachtig. Ik dacht dat het een plakplaatje was, maar hij heeft het echt zich laten tatoeëren. Hij heeft echt laten tatoeëren. Ja, je kan ver gaan als mens hè, daarin. Zeg, je hebt ook nog zwart-wit werk. Ja. Zullen we daar even naar kijken? Ja. Dit heb ik gemaakt voor een opdracht voor een sportschool. Het thema van dit werk heet ook lijf en leden. Het zijn leden zo van een sportschool. En ik heb uitsneden gemaakt van hun lijf. Spiergroepen. Nee, het is gewoon echt nog werk vanuit de donkere kamer. Is het al, geldt het voor al je werk nog? Doe je alles nog... Nee. Ik werk met mijn portretten werk ik met een Hasselblad. En dat wordt dan gedigitaliseerd op het laboratorium. En, dat wordt voor je geprint, dat doe je zelf dan niet? Nee, dat doe ik zelf niet. Ik zal je een kaartje geven. Kan dat even? Ja, natuurlijk. U zit midden in een televisieuitzending. Komt u even. We hebben straalverbinding nu. Ja. Wat brengt u hier? Wat heeft u met deze kunstenaar? Nou, wij kennen elkaar al heel lang vanwege gewone vriendschap. Maar ja, zijn fotografie gaat... Ik wist dat hij fotograaf was, maar toen was hij nog in loondienst. En nu is hij helemaal zichzelf aan het verwerkelijken, denk ik. Want ja, ik ben helemaal... U had het werk nog niet gezien? Ik ben helemaal verbaasd erover. Nee. Heel klein beetje Nederlands. Ik versta het wel. Maar... Je woont hier al 20 jaar. Dus dat is wel makkelijker, want anders moeten we alles weer subtitelen. Nederlands. Even leuk. Zeg, u hangt er leuk bij. Aan de ingang zag ik uw portret. Alleen 10 jaar geleden waarschijnlijk. Hè? Een jeugdportret. Aan de ingang, voorin. Is dat een jeugdportret van u? In the front, those are... Ja, die foto daar in het begin. Is dat een jeugdportret? Those are 3 years old. Wat heb je met extravagante mensen? Want daar valt deze meneer wel onder. Hoe komt dat zo? Waar kom je aan zo'n model? Ik heb Steve ontmoet ik in de kroeg en ik gaf hem mijn kaartje en ik heb gevraagd of die wilde poseren voor me. En dat wilde die wel, dus... Hoe belangrijk is het voor jou om je, zeg maar, met deze vorm van expressiviteit, als het een goed Nederlands woord is, hè, met je fotokunst bezig te zijn? Dat is mijn passie. Daar ga ik voor, daar leef ik voor. Simpel zat. En het is niet zo dat ik dat zo nodig moet, maar dat komt gewoon, dat doe ik gewoon. Het is gewoon mijn, het is helemaal mijn leven. Ja, vorige keer wilden Jan en Sandro de grenzen van het aanvaardbare verkennen. En dat was niet mijn bedoeling, ik heb hier alleen maar dingen opgehangen die ik zelf mooi vind. Ja. Zeg, we hebben jou onlangs nog in Amsterdam gezien, werk van jou, een mooi portret van Benno Prinsla, waar de hele stad hing. Ja. Heb je zelf die tentoonstelling ook nog kunnen bezoeken? Jazeker. En welke indruk heeft het bij jou achtergelaten? Dat ik blij was dat ik eruit was. Ik heb zijn biografie gelezen, vond ik leuk. Ik heb al eerder boeken van over hem gelezen, vond ik ook leuk. En dat vond ik eigenlijk leuker dan het tentoonstelling. Ja. En hij is een keer bij me geweest om zich te laten portretteren op mijn verzoek. Ja. Dat is een mooi portret geworden, een van de zeldzame portretten waarop hij lacht. En ook typisch zijn lachje, dat sardonische lachje. En ik vind het heel leuk dat ze dat gekozen hebben om,
op affiches en op andere plekken te hangen. Ja.